Het Kamerdebat en de initiatiefwet zijn één grote farce. Er is hier geen sprake van een op feiten beargumenteerd debat voor de indieners van het wetsvoorstel, maar van een hiërarchische houding waarin de indieners een veronderstelling doordrammen en op geen enkele manier naar de daadwerkelijke oorzaak van het probleem van kraken willen kijken. Oké, willen ze het zo gaan spelen? Het spelletje verbieden, ja, maar kan het niet schelen. Nou ben ik in een de criminelen. Maar kraken gaat door, ik hoor het uit vele kelen. En dat deze wet er door is, is het einde van de rechtsstaat. Een sprekend bewijs dat met geld niks in de weg staat. Politiek moraal is bankroet. Laat de oren hangen naar het vastgoed. Goed idee, ja, dan gaat het vast goed. Want die lui hebben het goed in de gaten. Of kogelgaten, check de Amsterdamse straten. En yo, dat klonk gangster, maar oh, dat mag nou wel, want omdat ik wil wonen, kan ik naar de cel. Ik kan niet wachten op de woningbouw, dat duurt jaren. Ontdaan van het sociale, gaat het om geld vergaren. Vraag en aanbod, alles voor de marktwerking. En niemand die ziet wat er een schort, de beperking. Niks te halen bij jongeren, minderheden en de laagste klasse. Daarvoor is geen plek hier, die moeten opkrassen. Wegwezen, oude vrouw zijn, ik zou oppassen. Want tegen ons bestaansrecht kan niemand oppassen. En voor de anti's die denken dat het hen niet aangaat, weet dat zonder kraakjes ook en gauw op straat staat. Want wat was het probleem? Leefstand, je laat je inspannen voor de kar van de lui die dat inplannen. Want er is genoeg gebouwd met jou, de staat het veel leeg. Krapten op de markt, vandaar dat de prijs steeg. En aan die leegstand wordt geen vak gedaan. Zie je ambtenaren al op de fiets door de stad gaan. Op zoek naar lege bandjes, ze noteren op een lijstje. En dan nog, die boete voor leegstand is een schijntje. Nederland is vol met lege panden. En de politiek doet niets, die staat met lege handen. Knam het heft in de een, een koe voet in mijn andere. Dakloos, dat was niet mijn ding, dat moest veranderen. Mijn zuur verdiende geld, dat kan niet naar een huisjesmelker. En wachten was geen optie, ik ben meer een doe-het-zelver. Duo crimineel, dankzij de Nederlandse staat. Dat is als ik niet kies om te leven op straat. Alsof het om een keuze gaat, ze komen me maar halen. Dan kan de staat mijn kosten en inwoning betalen. En de mensen die zich over kraken uiten hebben nooit zo'n pand gezien, hoogheid van buiten. Dat geldt zeker voor die bitje van journalisten die met leugens en achterklap de boel op hitsen. Alsof er enkel asociale kraken de buurt terroriseren, er een bouwval van maken. Camera's zijn er altijd om hun ontruiming op te leuken, maar nooit bij de weggeetwinkel of bij de volkskeuken. En een erge justitie deed mee, want met de waarheid kreeg niemand de steun mee. Een diepe snee in het rechtssysteem dat ons moet beschermen. Als een stem ervan met leugens mag schermen. En achter de schermen draait het om de centen. Een lobby voor de lui die al leven van hun rente. Die veel centen heeft, die hoeft zich niet meer aan de wet te houden. Wie te weinig heeft, die heeft zijn bek te houden. Ja, fuck dat, je snoet mij niet de mond. Ik zeg kraken, ga door. En dan maar ondergrond. Te zien is minder krachtig dan de jaren 80 kraakrellen. Maar er ook een van we gaan niet lullen en een daad stellen. Mooie timing, geen woning, geen kroning, deel 2. En nog een boodschap voor de AIVD. Dit is geen zin zijn bedreiging, maar ik heb wel de neiging. Dat als ik ook kom, ik kom met een rookbom. En voor de driehoek in haar verstrengelde straat. Als ik straks voor het gerecht sta, hier op maat en op plaat. Een bekentenis, afgelegd volledig bij kennis. Ik kraak door, dit menens geen mennis. Voor een wereld waar veiligheid en zekerheid worden geboden door solidariteit en inderlinge hulp in plaats van een overdreven controle en repressie. Kraken gaat door, want het moet staan om zekere minderheid te laten zien dat er een alternatief is. Kraken gaat door, omdat wonen wel een basisbehoefte is. En het hebben van een normstelling en het maken van speculatieve winst niet. Kraken is een gevolg en geen oorzaak. Langdurige leegstand tijdens woningnood is uitblokken.